Markante en bekende mensen worden intensief gevolgd door Sybrand Niezen. Backstage, vanaf vrijdag 9 juli op 1. In Avro Close-up, een terugblik op de 40-jarige Avro-carrière van Willem Duis. Dit is Radio 2, de Avro. Tot 11 uur. Willem Duis. Muziek. En goedemorgen, trouwe muziekvrienden. Goedemorgen, trouwe muziekvrienden. Die is heel bepalend, die zin. Want ze zijn trouw, ze blijven altijd luisteren. Het zijn daardoor ook vrienden en ze houden allemaal van muziek. En je slotzin. Dat is een krankzinnige zin, hoe die erin geslopen is, weet ik niet. Maar dan zeg ik, met die klanken verlaat ik u nu. In de oprechte hoop u ook volgende week weer aan uw toestel te treffen. Dat slaat natuurlijk nergens op. En wat ga je nou die allerlaatste muziekmozaïek voor slotzin zeggen? Dat weet ik nog niet. Stel je voor dat ik vooruit iets wist. Ik heb geen idee. Ik zal iets heel moois en treffends zeggen. Waar de trouwe luisteraar, de trouwe muziekvrienden met een brok in de keel naar luisteren. Ze realiseren dat het nu echt de laatste keer is dat ze mij op die manier aan de gang hebben gehoord. Ik zie ze daar nog staan in de studio van Bovema in Heemstede. En Menuhin was natuurlijk geen swinger. Hij speelde die melodie gewoon, zou je zeggen, recht voor zijn raap. En Rapelli, die gewend was altijd te improviseren, deed dat met de grootste vorm van gemak. Menuhin was het een beetje ontwend, stond er een beetje onwennig bij ook. Dat geeft niet, het resultaat is toch buitengewoon interessant. Wat was het belangrijkste in jouw werk? Of was het alleen maar leuk voor jezelf? Eigenlijk wel. Gewoon om het weer als een soort marathon tot een goed einde te brengen. Een soort fietstocht door de muziekland van een uurtje met een begin en een einde. En daarin een grote variëteit van genres, want daarom heet het ook mozaïek. En mijn programma was toch wel amusement, het is geen educatief programma zozeer. Al zei ik wel, let u nou toch eens op die mooie violen die daar komen en... De functie van die hobo in dat tragische middendeel van vluchten kan niet meer. Of wat dan ook. En dan gaan de mensen er toch extra naar luisteren, denk ik, hoop ik. Hoe heb je dit in godsnaam 38 jaar volgehaald? 37. Nou, 1 oktober is het 38, hè? Ja. Nou, dat is niet moeilijk vol te houden, want het was iedere week een andere uitdaging. Het is nooit hetzelfde. Ik bedoel, een toneelspeler moet iedere avond dezelfde rol vertolken, hè? Of een zangeres hetzelfde lied zingen. Maar ik had altijd 15 nieuwe platen. Vaak nieuwe artiesten, nieuwe gedachtegangen. Vaak ook dezelfde? Ook vaak dezelfde natuurlijk, als het goed waren, ja. Maar dan weer met andere aankondigingen omkleed. Dat is de sport voor jou, hè? Ja. Spelen met taal, gaat het daar niet vooral om? Dat is heel belangrijk. Voor mij is dat heel belangrijk. Ik ben gek op de Nederlandse taal en vooral om die goed te doen functioneren met hoofd- en bijzinnen en zo. En het moet kloppen. Plus dat alles gelardeert met feiten en data die kloppen. Summertime uit Porgy and Bess van George Gershwin. Melancholiek verklankt door Miles Davis en het orkest van Jill Evans. Een prachtige uitvoering. Trouwens, er zijn er heel veel van dit nummer. Er zijn waarschijnlijk weinig nummers die zo vaak zijn opgenomen. Het zijn er namelijk 1206 tot nu toe in 43 verschillende landen door diverse artiesten. Terwijl ik spreek in vaak gecompliceerde Nederlandse zinnen, denk ik, wat klinkt het mooi, terwijl ik mezelf hoor spreken. Denk ik, waar zou dat naartoe gaan? Geen idee. En het komt altijd uit.
Het is een afwijking, hoor. Ja, natuurlijk is het een afwijking. Waarom zou een mens zo mooi willen praten? Dus toch? Nou, niet deftig of ziek of zo. Mijn kinderen vinden van wel, die zeggen oudbollig, hè? Oh, houd toch op, oudbollig. Maar ja, ik zeg, zolang er nog zoveel mensen naar luisteren, is het kennelijk redelijk. Goedenavond, dames en heren. Grand Gala du Disque, 1961. En voor de tweede achtereenvolgende avond staat een avond in het teken van de grammofoonplaat van internationale kunstenaars, artiesten, muzici. En een 25-tal van hen zijn hier achter in de kleedkamer al vol hartkloppingen om hun opwachting bij u te komen maken. 30 juni 1959. Ik werkte bij de fotografische industrie, te Baren. En daar ging de telefoon en aan de andere kant was de heer Ger Luchtenburg, de culturele en artistieke baas van de AVRO Televisie met name. En die zei, meneer Duis, u kent zoveel artiesten omdat ik in die platenwereld zat. Hebt u Johnny Ray wel eens ontmoet? Ik zei, ja zeker, ben ik een dag mee opgetrokken. Kunt u daar een leuk verhaaltje over vertellen? Ik zei, ja zeker. Kunt u dat ook opschrijven? Ik zei, ja ook dat. Oh, zou u dat willen doen? Want we hebben morgen een uitzending met de heer Ray. Een telerecording. Ik zei, dat is goed. En ik dook in mijn machine en ik schreef een stukje, een inleiding. En bracht het naar Hilversum. En legde het bij Luchtenburg op zijn bureau. En verdween weer terug naar Baren. En na een half uur belde hij op. Hij zei, het is potverdomme, schrijf het spreektaal. Ik zei, dat moet toch ook gesproken worden? Ik zei, kunt u het zelf spreken? Ik zei, ja hoor. Dat is geen punt. Ik zei, ja, kom maar dan. Toen ging ik voor de camera zitten. Hij vertelde het verhaal nog eens. Ik vertelde dat verhaal. En hij zei, dat is uitmuntend, wat leuk, kunt u vertellen. Maar het is 11 minuten, veel te lang. Het moet 4 zijn. Er moet die anekdote eruit en dat eruit en dat eruit. En ik deed het nog een keer. Hij zei, nu is het 6 minuten, nog te lang. Nog een keer. Nou is het 4 minuten, zo moet het zijn. Ik zei, meneer, vanavond, zei hij, live televisie. Op 1 juli dus, was volgende. Nou. En ik kom s'avonds en ik zit voor die camera voor het eerst van mijn leven. En ik vertel een verhaal over Johnny Ray. En er staat een voormanager en die staat op een gegeven moment zo te doen van afwinden, weet je wel, ophouden. En ik dacht, dat gaat goed doorgaan. Dus ik bleef maar doorkletsen. En op een gegeven moment was het afgelopen en toen draaide die film van Ray. En toen zei die voormanager, dit was uw debuut, hè? Ik zei, ja. En het zal ook wat laatste keer zijn geweest. Ik zei, hoezo? Hij zegt, meneer Luchtenburg, het moet 4 minuten zijn. Ik zeg, en hoeveel was het? 11, zei hij. Was weer 11. Hij zit hiernaast in een kamertje, zei hij. Nou, en ik naar de kamertje. En daar zat Luchtenburg als altijd te trommelen. Die trommelde altijd. Die keek me aan met een verbeten kop. Hij kon heel ernstig kijken, boosaardig kijken. Hij zei, een ster is geboren, riep hij keihard door het gebouw. Fietsgebouw in Bussum. En zo is het begonnen. If your sweetheart sends a letter of goodbye, no secret, you feel better if you cry. Nou, volgende week zat ik er weer en de week erop. En iedere keer een andere inleiding. Dans ervan, dans snippen, snap, haalt altijd wat. Kijk eens, jouw IQ. Jouw IQ. Is onder de maat. Daar heeft mijn vrouw zich nog nooit over beklaagd. Ik heb... Voor die tijd, dat weten maar weinig mensen, bijna een jaar lang, van 58 tot 59, een televisiekritieken geschreven voor de NRC. Dat weet haast niemand, niemand geloofde dat ik ooit voor die NRC heb geschreven, maar een jaar lang. En ik zag dus iedere avond verplicht televisie en ik dacht, nou, daar kan ik ook, wat die man zit te praten. Dat kan ik ook, of dat kan ik beter, dacht ik vaak. Toen al. Ja, bescheiden als ik ben. Geen centje pijn. Toen ik na een aantal van die inleidingen via Ger Luchtenburg een eigen programma kreeg in januari 1969. Dat heette Flits en dat was de voorloper van de vuist.
Dat is eigenlijk een complete vuist met de eerste haring en de eerste kaart. En een oude schaapherder met schapen nog op schoot. En een 91-jarige dokter uit Hilversum die op de fiets langs zijn patiënten ging. Allemaal leuke onderwerpen en een interview met Marlène Dietrich. Hey. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui va. En dat heb ik gedaan van januari tot september 1960. Met daarin ook het debuut van Joop Stokkermans, weet ik nog. En toen ging ik doen muziek, alleen maar muziek. Het heette Muziekmozaïek. Op televisie. Dames en heren, het is niet de eerste keer dat we in Muziekmozaïek gaan ronddwalen in het land van de zangkunst. Maar we willen het vanavond dus speciaal hebben over de religieuze zangkunst. Althans, het gebied dat men als religieuze zangkunst bestempelt. Al sinds mensenheugenis zingt de mens. U doet het waarschijnlijk thuis, ik doe het ook. Al zou het dan misschien in bad zijn. Zingen doen we allemaal. Nog een handje voor seconde heb ik uitgevonden. Ik hoef amper nog een half minuutje. Nog een handje voor seconde. Amper nog een half minuutje. Klaar is dan zo'n 5 minuten vals. En nu geen nootje meer gaan missen. Want ik laat je toch beslist niet kisten. Mijn weddenschap gewonnen. Het gaat wel niet om tanden. Maar ik hoor al de verliezen. Dan denk ik aan zoen. Maar de volgende keer werd ik op Willy schoten. Mij is koning voetbal Mars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen. Hou dan 4 seconden bij ze tegen. Ik pas uit je snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of 7 uur nog even alles geven. Want zo'n kussen straks nog heerlijk zijn. Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenwals van Frédéric Chopin. Ach, mijn god. 1963 dit. Ik weet het nog, een talentenjacht in het Gooi. En naar aanleiding daarvan zei Luchtenburg, dat kan jij goed met publiek. Dan moet je maar zo'n soort programma maar gaan maken op televisie. Dat werd de vuist 2 maanden later. De reacties naar die eerste vuist? Gigantisch. Nog nooit zoveel bijval genoten als naar die eerste vuist. Dit was een nieuwe vorm van televisie. Het was het einde van alle dingen. Listen while I say after you've gone you left me crying after you've gone there's no denying. The best girl you ever had. There'll come a time, don't you forget it. There'll come a time when you regret it. Oh, babe, think what you're doing. You know my love for you will drive me to ruin. After you've gone, after you've gone away. Ladies, you see the makeup? Holland slopende vuist. Zit er speciaal eentje om zenuwachtig voor te zijn? Of, Nee, niet extra zenuwachtig, maar een moeilijke met veel belangrijke mensen. Het is nooit het programma waar je zo moe hoor. Gepraat van al die mensen. Gepraat van al die mensen. De hele dag door. Die telefoon, daar ben ik gek van. Wij willen toch die kom dus hier hebben van Willem. Maar met zijn normale 3 goudvissen erin, die grote. We hebben gisteren nog voor elkaar gebokst van die swingelsingers. Gisteren hebben we dat voor elkaar gebokst. Ik heb een band gekregen, ik zie weinig terug, van de 100ste vuist. En daarin was Verome, de beroemde scheepsbouwer. Ga nu zitten. Meneer Vrome, u ziet het met die controverse, valt het althans in deze zaal nog erg mee. Ik vind het geweldig. Zitten u nog alles achter de vodden in de krant? Maar dat doen ze wel, maar dat is alleen maar voor
sensatie. Niet waar? En dat vindt u nou hier juist niet. Laat ik u even, meneer Duis, laat ik u nou beginnen hartelijk geluk te wensen met deze 100ste maal dat u de vuist gebruikt. En weet u waarom dat ik u daarom zo hartelijk feliciteer? Dat we gelukkig nog in Nederland mensen hebben die precies weten wat het Nederlandse volk nodig heeft. Geen nonsens, hè? Maar de waarheid en plezier. Kijk eens, ik heb dat meegebracht voor uw 100ste uitzending. En die heb ik gekregen van Westdijk, van onderlangs 13 in Barendrecht. En die heb allemaal hele goedkope spullen als in de andere winkels. Hartelijk dank hoor. Ja, en hier nog die karen voor u. Neemt u mij dit kleine, maar beslist niet kwaad bedoelde incident niet kwalijk mee voor. Ik vind dat prettig voor u. Als je dat gesprek ziet, het is eindeloos gezeur en gezever. Dan denk ik, Willem, kappen. Mies kon dat goed, die kon kappen. Bam, ik niet. Geen gevoel voor timing. Bussum vraagt of ze eerst het journaal even mogen doen. Want die mensen willen naar huis en ze zeggen, als jij eenmaal begint, kan het wel 12 uur worden. Onaardig. Mag ik dan nog iets zeggen voordat het journaal ingaat? Namelijk, dat is een mededeling. Dat er is net contact geweest met Eindhoven. In Eindhoven heeft vanavond een symfonisch concert plaatsgevonden van het Brabants Orkest. Met solistische medewerking van onze grote violist Herman Krebbers. Die heeft daar het vioolconcert van Paganini vertolkt. Ik heb hem gevraagd om in dit programma te komen om over een serieuze zaak met hem te spreken. En is onmiddellijk na zijn vertolking van Paganini in zijn grote snelle auto gestapt en is nu ergens op weg hier naar Concordia. Daar wachten we dus op en inmiddels vraag ik uw aandacht voor het tweede NTS-journaal. Heeft die vuist eigenlijk in die tijd een maatschappelijke betekenis gehad? Moet ik denk het wel in hoge mate, maar dat was ik mij toen totaal niet bewust. Ik bedoel, als ik als een gek rechtop ga staan om de helmen te zingen, heeft dat wel degelijk repercussies in Nederland natuurlijk en in het denken van de Nederlanders in het algemeen. En zo heb ik heel veel van die zaken aan de orde gehad. Toen ik de moeder had van een verkracht meisje en zei, ik begrijp niet dat u nog begrip toont voor de aanrander. Ik zou hem persoonlijk hebben doodgeslagen, zijn beroemde scène uit de vuist. Had het een gigantische repercussie in Nederland, in de pers ook. Stapels, koffers vol knipsels heb ik daar nog van. En je hebt toch een soort voorbeeldfunctie natuurlijk, die ik me niet altijd bewust was. Want ik kraamde hem maar uit met mijn domme benadering, maar goed. Nou, ik vind dat Willem Duis zich afschuwelijk heeft gedragen. Erg onbeheerst. Hij liet zich een beetje op zijn emoties leiden. Ja, ik vind dat hij kon het niet zeggen, dat vind ik wel. Maar ik kan het me wel begrijpen. Maar in zijn positie had ik het dus niet gezegd. Bij het aankondigen van talent wist ik altijd vrij aardig de spijker op de kop te slaan. Heb je het wel eens helemaal mis gehad met talent? Ja, die jongens in Engeland met die haardoe, weet je, de Beatles, die zag ik niet zitten. Die heb ik geweigerd voor het Grand Gala, wegens gebrek aan talent. Maar heb je achteraf begrepen waarom je die fout hebt gemaakt? Ja, natuurlijk. In die periode, toen ik het afwees, waren ze niet accepté. Er waren een paar groezelige jongens uit Liverpool die zongen een beetje een lullig liedje. Ik vond er niks aan. Maar je hebt alleen maar artiesten gehad die accepté waren dan? Nou, veel. In de loop der tijd natuurlijk wel. I can't give you anything but love, baby. Le cœur du Brésil s'élance dans un carnaval immense. Tout le pays est en transe, rendez-vous à Brasilia. Romeo, why am I so in love with you? Personne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un peu de riz pour moi, me dit un laquais chinois. And I wonder if you know
that I never understood. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? Maar je hebt ook talent ontdekt. Ongelooflijk veel. Nou, niet ontdekt, maar gelanceerd. Dat is wat anders. Kijk, iemand wordt op school al ontdekt of thuis omdat hij zo mooi kan zingen of gitaar spelen of dansen. En dan komt er wel een soort carrièretje op gang. En als je dat dan ziet en je lanceert het verder wat ik heb gedaan, dan is dat heel belangrijk voor die persoon. Maar het is niet ontdekken. Ik heb alleen Huizer, Lee Towers niet ontdekt. Ik heb hem de kans gegeven om groot en beroemd te worden. En dat geldt voor vele artiesten. Climb upon my knee, sunny boy. You are only three, sunny boy. You've no way of nowhere. There is no way of showing what you mean to me, sunny boy. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. Meisjes op je klompen, meisjes op je houte benen. Rij maar door mijn poortje heen. Je kan met comments zelf veel beleven, maar zoiets is beslist nog nooit vertoond. Er ligt alweer een juffrouw in het rapportel, die onnatuurlijk om het leven is gekomen. Sweetheart, sweetheart, sweetheart. Far apart me, seven. When the saints come marching in. Oh, when the saints, when the saints go marching in. Well, I want to be in that. Oh, when the saints come marching. Jij bent wel een vastbijter in feite. Ik bedoel, als je ergens aan begint, dan ga je daarmee door. Ja. Vandaar ook de lengte van alle programma's die ik heb gedaan. Als je nagaat 23 jaar tenniscommentaar en 37 jaar radio, muziek en 8 jaar jonge mensen concertpodium. En, alles heeft lang geduurd. Dag dames en heren thuis, dag dames en heren hier in de zaal. Dit is de tweede uitzending in de serie Jonge Mensen op weg naar het concertpodium, seizoen 1973. Duizend op donderdag? Dat was mijn allerbeste programma, denk ik. Duizend op zondag, duizend op donderdag. Dat was heel goed. Waarom? Omdat de mensen die erin zaten, 12 stuks, allemaal uniek waren in hun vak. Van Annie Schmid tot Mary Dresselhuis, Kees Brus, Hildegaard Kneef, Albert Mol, en Krebbers en Deutekom. Wat was dat voor programma? Een praatprogramma met een topartiest. Geluideerd met fragmenten en zo. Nou, een mooi filmfragmentje voor je. Er zit dus aan het zingen een element van showbusiness vast. Hè? Dat is een rottrap, hè? Ja, ronduit gezegd. Het is een vervelende trap. Hij is de treden zijn te groot voor één stap en te klein voor twee. Want het ziet er dan uit of je dribbelt en of je 100 bent natuurlijk.
Ja, ik vraag me namelijk af wat dan weer het vervolg daarop zal zijn. Hè? Na de lage mode krijg je altijd de hooggesloten kraag. Ik denk het ook, misschien van Victoriaans tijdperk. Hè? Dat een man niet mocht weten dat zijn verloofde benen had. Ja. Dat vatten van het karakter van die man, in mijn geval is het dan een man, hoewel het ook wel eens een enkele keer op televisie in Hadingmassa dan een vrouw is geweest. Maar goed, dat zijn grappen natuurlijk. Je bent daarmee bezig en dat lukt je of dat lukt je niet. Daar gaat het om. En zo iemand gaat er nou zitten praten met de heer Duis. Het is een grote heer. Die kan praten. Nou ja, dat gezeik over die muziek, ik hou helemaal niet van muziek. Hè? Nee, de koning voetbalmars, dat vind ik wel aardig. Maar zo'n man gaat zitten praten, die kan praten met wie die wil. Met de grootste van de wereld. Want toen was hij 's morgens te laat gekomen op de repetitie. Ja. En Charles was ijdel. Hè? En die kon dat niet. Die was daardoor beledigd. Hè? En dan wist hij quasi zijn naam niet meer. En dan zei hij niet Shafi, maar dan riep hij Hatsi. Begrijp je? Dus dat was om Ramses te treffen. Ja. Ja, ja. En Hatsi, dat betekende toen niks, alleen maar niezen. Dat had helemaal geen betekenis voor nu. Niet. Dus het was gewoon. Hè? Helemaal niet. Dus het was allemaal heel onschuldig. Ik ben wat onhandig met die dingen, maar ze zijn goed bedoeld. De bloemen? Je bent altijd onhandig. Dan ben je onbekend, Willem. Ja. Daarom heb je succes, dacht ik. Wat was de insteek van die interviews voor jou? Wat wilde je daarmee? Niks. Ik heb nou zo dat ik iets wil ergens mee. Ik wil gewoon lekker praten met Herman Kreppers over viool spelen of zo. En dat vond ik leuk. Tot vandaag de dag vind ik dat leuk. Ik zou het morgen weer kunnen doen trouwens. Dus je kunt er gewoon geen punt achter zetten. Dat is moeilijk hoor. Zelfs toen ik ziek was, ik ben 3 jaar geleden geopereerd aan een hartoperatie met bypasses en zo. En toen ik van het ene ziekenhuis naar het andere werd vervoerd om te revalideren en daar aankwam, stond er een cameraman klaar aan de voetend van dat legerbed. En die man zei, kom even opname van u maken. Ik zei, waar is dat voor? Het was de week van het hart. Ik zei, oh, gaat uw gang maar. En toen heb ik in dat ziekenbed al mijn pleisters en dingen laten zien. Mijn blote poot buiten bed gestoken. Ik laat zien dat ik een jaap had van mijn hiel tot aan mijn lies. En dat heb ik allemaal keurig gedaan. Maar waarom doe je dat soort dingen? Omdat ik een klein kind ben. Dat, zoals Herman Hofhuizen schreef in de tijd destijds. Willem is een kleine jongen die nog altijd zijn blote buik wil laten zien. Ik kan het niet helpen. Het hoort er een beetje bij. Hoe was die relatie met het publiek? Ik had een gevoel, altijd, dat ik wel vertrouwd was in de huiskamer bij dat publiek. Mijn volkje, riep ik altijd. En als ik dan kwam met die vuist bijvoorbeeld, had ik zo'n gevoel van, ik kom binnen en ik zeg, mensen, kijk eens wie ik nou weer mee heb genomen. Wat gezellig, gaan we een leuke tent van maken. Hallo. Ik geloof dat Duis hem dan iets te drinken geeft. Ja, kijk, ik ga het, ja. Ja, dat is bloedleen, want hij kan dat glas kapot bijten. En dan doet hij gelukkig niet. Maar Duis is sowieso een beetje agressief met dieren. Nee, dat zal ik niet, hoor. Ja, hij pakt dieren beet, dan pak je ook op een gegeven moment heel erg beet, dan slingert jou zo weg. Nee, ik vond hem heel handig met dieren, hoor. Dan nou, moet je zo eens kijken wat hij handig met dieren doet. Is gezegd, ik ben de beste, zo niet de allerbeste presentator. Dat is natuurlijk ook maar een heel relatief begrip, hè. In, wie zegt dat nou deze week? In een stuk. Koos Postema is zonder enige twijfel de allerbeste presentator die Nederland ooit gehad heeft. Met Aad van den Heuvel als een goede tweede. Dat zegt iemand in een interview. Nou, daar kan ik het wel mee eens zijn. En waar sta jij dan? Nou, op derde plaats of zoiets. Lijkt je? Maar ik tilde er nooit zo zwaar aan. Die mensen namen zo serieus. Ach,
Dat ben jij niet. Nee, niet zo erg. Nee. Jij was ook altijd in voor alle mogelijke stunts. Voor alles, ja. Daarom word je ook niet meer serieus genomen, Willem. Nee, kan ook niet. Hoeft ook niet. Gaat niemand mij toch vooral serieus nemen, want dat is onzin. Ja, gaat een kopje uit mijn neus. Je laat toch niks na? Ik heb toch niks gedaan wat van enig belang is. Ik bedoel, geen schilderijen, geen beeldhouwwerken, geen toneelrol. Een paar grappige fragmenten op televisie. Wat is wel van belang geweest? Tenniscommentaar, dat was goed. Ja? Ja. Daar ben je trots op? Ja. Waarom was dat zo goed, jouw commentaar? Omdat ik alles weet wat er van tennis te weten valt. Ik ben de wandelende bijbel van tennis. Alle data. Als je mij zegt Wimbledon kampioenen vanaf 1934, noem ik ze je allemaal in volgorde. En wie nummer 2 was. En vaak ook met de setstanden. En dat is een belachelijke afwijking. Maar die heb ik. En dat boek kon ik dus ieder jaar voordragen in Roland Garros en op Wimbledon. En Flushing Meadow. En daar voelde ik me dus voor helemaal thuis. Lekker zitten in het zonnetje. Kijken naar het mooiste spel dat God bedacht heeft en dan daar zinnig commentaar over geven. Ik vind het jammer dat ik kon recht goed tennis. Ik was nummer 3 van Nederland in 1946 bij de oudere jeugd. En ik had lang niet zoveel talent als Tom Okker. Ik speel wel flodderig piano, wel aardig, maar ik ben geen Rubenstein. Dat moet je niet doen. Nee, dat moet je niet doen. En wat moet je dan? Oh, de oude zin van Leonardo da Vinci, die is mij aan het lijf gebakken. Die grote meester, grootste genie aller tijden, die zei, als je niet kunt wat je zou willen, dan moet je willen wat je kunt. Mensen vragen zich altijd af hoe dat nou toch zat met jou en Mies Bouwman. Nou, dat is simpel. Jarenlang waren wij de godvader en moeder van de televisie. Presenteerden gala's, hadden voor het oog van de wereld eeuwigdurende ruzie, wat niet waar was. Want wij waren samen in Blaricum, onze kinderen zaten bij elkaar op school en waren dikke vrienden. En Roemrucht is altijd het interview dat ze mij afnam in de allerlaatste vuist. Met die vraag van wat doe je als je 70 bent, weet je wel, hoog op die berg. Willem, stel je bent 70. En daar zit je op die ontzettende hoge berg in Frankrijk. En ik ben dan 69. En ook een mooi getal. En ik zit in een bejaardenhuis in het Gooi. Ja. En dan een van mijn kleinkinderen komt op bezoek. En vindt een oude foto van oma met een meneer. Op het Grand Gala du Dis. En die vragen mij dan, oma, wie was die meneer? Wat zou jij dan willen dat ik zei tegen mijn kleinkinderen? Dan zou ik willen dat je zei, maar kinderen, dat hebben jullie nu toch al honderden malen verteld. Was er nooit jaloezie tussen jullie, wie de meeste kijkers had? Tuurlijk wel. In de hoogtijdagen wel. Had zij een interview met Barbara Streisand, weet ik nog, in New York. En ik was geel van jaloezie. Maar ja, daar kun je niks aan doen. We waren net als nu allemaal aan het vissen in dezelfde vijver natuurlijk, hè?
Er zijn ontzettend veel verhalen ook in omloop geweest over naijver en jaloezie. Ja. Nou, ik weet niet of je het nou nog vol wil houden, maar wat mij betreft helemaal niet hoor. Jij hebt de cent en ik heb het lintje. Ik was inderdaad verschrikkelijk buitennissig jaloers toen zij het lintje kreeg van de burgemeester van Blaricum. Toen dacht ik, potverdomme, waarom zij wel en ik niet? Allebei even lang bezig, allebei hetzelfde soort carrière. Maar een jaar later kreeg ik hem ook, dus... Daar zit hij, hè? Ja. Toen was het leed geleden. En hoe zit het nou met dat geld? Mensen denken dat jij schat helemaal rijk bent. En zoals je hier zit, maak je natuurlijk ook wel de indruk. Ja. Zoals Juliana altijd pleegde, zei ik wou dat het waar was. Het is gewoon helemaal niet waar. Ik heb altijd behoorlijk mijn brood verdiend. Ik heb het niet naar de kroeg gebracht, want ik kom nooit in kroegen. En ik geef niet om luxe pakken of auto's, dat soort dingen. Dus ik heb het aardig intact kunnen houden, het kleine bezitje. En dan, als je eenmaal woont op je 49ste gepensioneerd, zoals ik was, en je woont aan de Riviera in Frankrijk, dan denken de mensen al gauw, die zal wel centen hebben. Dat is luxe, dat is helemaal niet waar. Je kunt hier ook arm zijn, zoals ik, en in kommervolle omstandigheden je levensavond doorbrengen. Ja. If I were a rich man, diddle 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 diggy diggy diddle diddle down, all day long at itty bitty bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard, diddle 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 diggy diggy diddle diddle down. If I were an itty bitty rich, idle diddle 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 man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. Ga je met pensioen? Ja, meneer, ik val in diep gat van de ouderdom. Bonjour. En daar val je toch niet in diep gat? Nee. Nou, wat jong is ook relatief. Jij bent 65. 70. 70? Ja. Prachtig leven. Mooi hè? Dan begint het allemaal pas. Nu begint het leven. Ja. En nu ben je vrij. If I were a wealthy man. Wat hebben we? Marlene. Ja, ja. Ook de Eurovisie Songfestivals in Stockholm, in Parijs, in Jeruzalem, in Brighton, in München, overal heb ik die gedaan. En de Nederlandse finale vele malen. Ik was er helemaal mee vergroeid. Ik vind het nog steeds leuk om te zien hoor. Het is waardeloos qua songs, maar het is leuk om te zien. Ja. Wat vind jij hier? Een soort gemoedelijkheid. Een maniertje van leven, vroeg aan de lunchtafel, laat van de lunchtafel, wit wijntje of een ricard, s'ochtends hier op dit beroemde terras, Café de la Place heet het. Het café van het plein, het plein, is een van de beroemdste pleinen van heel Frankrijk dit. Vanwege die Jeu de Boue wedstrijden hier, die dagelijks bezig zijn. En vroeger was Yves Montand hier de keizer van het dorp. En er stond het zwart van de mensen als de meester de ballen begon te werpen. En jouw sociale leven hier, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als in Holland. Het zijn afspraken met vrienden. Hollandse, Duitse, Zweedse, weinig Fransen. En veel etentjes, dat soort dingen. Of ontzettend lang ouwe aan een tafeltje. Hoe zien mensen jou hier eigenlijk? Ze zien mij niet. Ik ben zo bescheiden. Ze zien mij niet. Behalve de Hollanders en de Belgen die hier komen bij grote bussen vol. En die zien mij wel en die zeggen, ah wel, ja, het zal toch niet waar wezen. En dan moet ik op de foto met al die mensen, dat doe ik ook graag, dat is prachtig. En of ze schreven bij mijn huis, roepen, ah Willem, kom er eens uit, we weten wel waar je woont. Dat gaat zomaar door.
wildvreemde mensen in mijn keuken gehad. Uit Groningen, ik weet niet waar we naar. Echt waar. Dus die zien me wel. Ik heb niet zo'n vreselijke behoefte om het te manifesteren hoor. Echt, het valt wel mee. Ik zou je vertellen, men schat dat tussen Marseille en Menton er 30.000 Nederlanders permanent hier wonen aan de zuidkust van Frankrijk. En daarvan zijn er 1300 lid van de Nederlandse club. En van die club ben ik een soort toegewijde dienaar. Ik regel alle mogelijke evenementen voor die club. Feesten met Kreppers en Olof, met Waaienberg, met Tim Jacobs en Rita Reis. Volgende, over twee weken is er, morgen, is er een grote avond met Paul van Vliet hier. En Herm van Veen is geweest en wie al niet. Die ken ik allemaal persoonlijk natuurlijk, dus dan bel ik ze op en zeg ik, Herman, zou je zin hebben voor een paar arme Hollanders aan de Rivière op te treden? En dan komt hij wel. Amateur heb ik wel eens mij vermeten om in een toneelstuk iets te doen of te zeggen. Of wat ook. Zoals mijn glansrol in het optreden bij Paul de Leeuw in de serie Zet en Fiona. Waarin ik op werkelijk magistrale wijze een platenverkoper heb neergezet. Wat is er nou weer? Een recht goedemorgen wederom, mijn heren. Ja. Waarmee kan ik u van dienst zijn? De CD van mijn kamer ligt daar. Ah, Jessie heeft hem gevonden. En u weet zeker dat die voor uw eigen gebruik is? Ja, we gaan hem zelf draaien. Zelf draaien? Ja. Niet onder dwang van buitenaf of zo? Nee, zeker niet. Nee, ik heb Ben namelijk in Schwanzenachse een keer gezien. Daar had hij een schnabbel bij een luchtvaartshow. En hoeveel Spitfires er ook overvlogen. Steeds weer hoorde je zijn stem erbovenuit. Zij, 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 zij. Dus vandaar. Ja, begrijp ik wel. Onze Ben die kan de trommelvliezen prachtig vertroetelen. Ja. Maar ik kan er dus echt van op aan dat het voor eigen gebruik is. Ja, zeker. Ja. Dan pakken wij hem niet in. Maar ik ga wel even de platenmaatschappij van Ben bellen. Ongelooflijk, ongelooflijk. Je hebt gezegd dat jij al als jongetje wist dat je beroemd wilde worden. Ja, klopt. Ik heb het al vaker verteld hoor. Ik ben de jongste van 6 zonen. Ja. Hè? En die 5 broers van mij, plus mijn vader, die hadden altijd het hoogste woord thuis. Dus ik als nakomertje, want ik was 7 jaar jonger dan mijn jongste broer, kwam nooit aan bod. Ze hoorden mij niet. Als ik aandacht wilde hebben, dan moest ik op een stoel springen en hard schreeuwen. En toen zei ik, ik wil beroemd worden. En zei ze, maar waarin dan? Ze, dat weet ik niet, als ik maar beroemd is. Nou, als ik beroemd ben, dan moet jullie wel naar me luisteren. Er is een soort fiebel geweest in mijn hoofd, een soort ei. Wat ik pas op eigenlijk veel latere leeftijd heb kunnen leggen. Nou, en toen werd ik wereldberoemd in Hilversum. Nou, heb je 40 jaar carrière achter de rug. Heeft dat je nou die roem gebracht waar je van droomde? Wat roem is ook maar een heel vaag begrip. Maar een zekere bekendheid is er natuurlijk wel voortgevloeid uit de zo veelvuldige aanwezigheid op radio en televisie. Nou, dat zou je een vorm van roem kunnen noemen. Maar daar kan je geen droogbrood van eten van roem, hè? Hoe verslavend is dat eigenlijk? Nou, weet je, je went eraan dat mensen je kennen, dat je gauw geholpen wordt aan een loket of in een restaurant, dat mensen een beetje extra egaars hebben. Voorkomen ten onrechte overigens hoor. Dat ze zeggen, gaat u maar voor, u zult wel haast hebben en zo. Nou, onzin. Ik zeg, nee hoor, ik heb helemaal geen haast. Ik heb nooit haast. Dit is het boek van de onderscheidingen dus. En dus, wat leuk, zit er echt allemaal in. Het lintje van Haar Majesteit de Koningin. Wat staat daar? De zilveren tulp. De zilveren tulp van de Nederlandse Tennisbond. De gouden harp is bekend. De gouden televisiering. Het begint uiteraard met het lintje toen ik dat kreeg. Aardig is, dat is het laatste wat koningin Juliana nog gedaan heeft. Want ze kon niet aftreden voordat ze mij geridderd had. En de avond daarvoor dus zei prins Bernhard, heb je Willem nou al geridderd?
En toen zei Juliana, dat zal ik dan morgen doen. En dat is gebeurd dus op 30 april 1980, een dag voordat ze aftrad. Nou, met alle persknipsels van dien en alle foto's van de overhandiging, dat geloof je wel. Nou, toen ging het weer, de zilveren tulp van de Nederlandse Tennisbond. Daar ben ik ook erg trots op. Het is maar een heel klein speltje, maar dat is toch leuk. Dit is een simpele wijnonderscheiding bij Maître Pierre. Ja, lust ik zeer. En toen de Gouden Harp, dat is ook een vrij hoge onderscheiding in de muziekwereld, samen met Toon Hermans. Uitgereikt door Til Gardiniers, die was toen minister. Toen kwam de hoogste onderscheiding, dat is de Gouden Televisiering met briljant. Wegens. Daar was de formulering een beetje anders dan andere jaren. Hij werd uitgereikt aan die presentator die de afgelopen 10 jaar het meeste voor de televisie heeft gedaan, moet je nagaan. Och, kijk eens. Met Willeke en Mies, allemaal een televisiering. Ik was een paar keer tweede geworden en nu werd ik eindelijk eerste. Vind je eigenlijk dat je voldoende erkenning hebt gekregen? Nee, veel te weinig. Dat zie je toch aan dit boek. Eindelijk televisiering staat hierboven. Nou, uitgereikt door het team van Farce Majeur. Dit is de ring. Hij is bijzonder fraai. Er hoort ook nog een envelop bij die waarschijnlijk bedoeld is om je niet in de verleiding te brengen hem ogenblikkelijk te verkopen. Namens het team van Farce Majeur nogmaals stel ik het op hoge prijs je te zeggen dat wij vooral jou deze ring zo graag geven. Omdat wij hebben vernomen dat wij dan, zoals dat heet, in deze race een goede derde waren. En wij zijn er bijzonder trots op deze prijs dan te mogen overhandigen aan iemand die ook niet de eerste, de beste is. De zilveren fonograaf, zoals ik al misschien eerder heb gezegd, dat is de Rolls-Royce onder de trofee. Die is echt van puur zilver, die is zo ongelooflijk mooi. En die werd mij uitgereikt tijdens de uitzending van In de Hoofdrol bij Mies Bouwman. Het leven is mij nogal goed gezind geweest waar het onderscheidingen betreft. Ik ben er ongelooflijk verzilverd mee. Komisch. En hier kreeg ik de bronzen zaaier van de AVRO, ook heel mooi natuurlijk. Dat is een uniek gezelschap inmiddels. Wat heeft het jou persoonlijk opgeleverd? Vakplezier. Vooral het in opdracht van de AVRO of van andere opdrachtgevers goed ten einde brengen van een programma, de presentatie of een interview. Dat soort dingen. Gewoon goed je vak verstaan. Alle groten van het vak komen het komende uur aan de orde. En één daarvan is natuurlijk Jean Toet Tielemans, de muzikant die ik het meest heb gedraaid van alle levende muzikanten. Een van de grootsten van het vak. Hier in volle actie met mijn vrouw Mary. Tijdens het liedje The Things We Did Last Summer. Iedereen zei altijd, hoe lang ga je nog door met die radio? Ik zei, nou, tot 2000, vond ik een mooi getal. En toen werd het langzamerhand 2000, we zitten nu in de buurt. Dan moet ik me er ook aan houden. Bovendien vier ik dus op 1 juli mijn 40-jarig jubileum met de AVRO. Dat is een echt mooi getal. En ik werk met Imme Schade, mijn assistent, precies 20 jaar samen. En die radio die heeft 37 jaar geduurd. Alles bij elkaar vind ik het mooi om nou eens een streep eronder te zetten. Deed het je pijn dat er wel eens kritiek kwam, Willem Duis is niet meer de oude? Ja, dat vond ik ten onrechte, dat heb ik ook nooit begrepen. Want ik geloof dat ik niet zo vreselijk veel veranderd ben. Die stem verandert natuurlijk wat na de malheur die ik heb gehad. Maar dat is geen reden om het dan af te kappen, denk ik. Die herseninfarct heeft gemaakt dat je een tijd niet kon werken? Ja, ik kon een half jaar niet meer praten. Althans, heel stunter als een dronken man. Dat was vreselijk. Wat heb je gedaan om weer te kunnen praten? Weinig. Ik ben bij een logopediste geweest en die heeft me werklijsten gegeven. Ik heb die oefeningen niet zo erg serieus gedaan. En langzamerhand is het weer teruggekomen. Je dacht, het komt wel goed. Komt wel goed, zoals alles. Wel nu, lieve mensen, met deze mooie klanken neem ik voor goed afscheid van Muziek Mozaïek na 37 jaar. Het valt me buitengewoon zwaar om afscheid te nemen van al mijn dierbare, trouwe luisteraars.
like promises we made. How could a love that seemed so right go wrong? The things we did last summer, I remember all winter long. Goedemiddag, lieve dame. Ik ga voor de, nou, duizendste, wou ik zeggen, 1200ste keer naar Nice. Dat is niet verkeerd. Met goed vinden. Ja. Mag ik uw ticket en paspoort, uiteraard, alsjeblieft? Het was de laatste keer uw uitzending vanochtend, hè? Ja. Nu gaat u ervan genieten. Nou, ik geniet toch wel. Ja, maar lekker rust. Het is wel een gek idee, voortaan. Ja, precies. Nou, kijk eens, meneer Duis, hier is uw instapkaart, gate 19, oh, om 1:30. Een hele en, fijne reis. En zo, hartelijk dank. Geniet van uw pensioen, hè. Dank u. The things we did last summer.